Koevermans staat voor, die heeft lengte. Verkeerd weggewerkt. En City of niet, ingekopt goal. Eerst was daar die inzet van Smeets. Die kwam op de lat, toen zat hij volgens mij nog niet. En toen was er Eleveld en die zorgde voor 1-0. Goede opsteek voor Fortuna Sittard. Ingooi Mario Eleveld. Smits. In de rug gelopen. En wel, voordeelregel zou gunstig zijn geweest voor Fortuna Sittard. Thomas past er hem niet toe. Zuidersma met de vrije schop. Prachtig doelpunt. Uitstekend. Mooi genomen vrije schop. En Fortuna komt al heel snel na 7 minuten op een 2-0 voorsprong. En de man die ditmaal scoorde was Koevermans. Prima doelpunt, goed genomen vrije schop nogmaals. En Bossing snijdt naar binnen. Van den Berg loopt aan de verkeerde kant. En een doelpunt. Een doelpunt van Hans Bossing. Jaap van den Berg liep aan de verkeerde kant. Bossing schermde die bal goed af. Hansen kwam nog uit zijn goal. Heel beheerst gescoord. Stand is 2-1 geworden na 10 minuten in de tweede helft. Rechter vleugelverdediger Lange Henkel is nu op rechts terechtgekomen terwijl Voshaar ook links speelt. En Poel op het middenveld. Breed. Zwak. Zuidersma start sneller. Nou, Koevermans dan. Nemen de keeper, ja. En nou schuiven. Erg moeilijke hoek. En hij scoort. Schitterend gedaan. Heel mooi. Wim Koevermans. Gaat u nog eens naar kijken. Een speler van Heracles verspeelde de bal. Zuidersma zag het allemaal. Paaste diep op Koevermans. Koevermans ging recht op doelman de Klerk af. Kwam in een moeilijke hoek. En scoort magnifiek. En de stand is 3-1 geworden na een kwartier spelen in de tweede helft. Schrijnemakers op Zuidersma. Zuidersma die aan de basis heeft gestaan van alle goals bij Fortuna. Mooi gepasseerd. Smeets is voor. Smeets, oh, kan zomaar intikken. Nog eens gevaar niet geweken voor de goal. Nu Ruijs niet, Lange Henkel wel.